En ze dacht dat Memphis geopereerd moest worden. Maar dat de dokter dan zegt, we mogen nog niet eten. We moeten even wachten. Ja, er is wat met Alessio gebeurd. Hij heeft een ongeluk gehad. Ja. Heb je zelf je gordel gedaan? Ja. Ga je die tillen? Ja. Zelf? Maar je hebt al zoveel tassen. Welke heb jij dan? Wat voor een ijsje heb je nu? I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Morgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is de dag dat Memphis geopereerd moet worden. Dus we gaan zo naar het AMC. Ik was even een tijdje weg, omdat ik best wel druk was met het huis en zo. Er waren best wel veel dingen wat we moesten doen. Maar ik ben er weer, alweer. En nu probeer ik echt, echt serieus consequent te gaan filmen. Ik heb nu eigenlijk een probleempje, want het is, hoe laat is het? 9:50. Het is 9:50. En meneer hier heeft honger, maar hij mag niet eten voor zijn narcose. En dat is best wel een gedoe, want hij mag dus geen brood en niks. Weet ik, schatje, maar je mag geen broodje eten. Na de operatie. Nee, ik ga niet meer operatie. Maar dat mag niet van de dokter. Ik wil, dat mag. Ik zal trouwens later eventjes uitleggen van wat ik nu van plan ben en zo. Want ja, ik ben echt zo onduidelijk als maar kan. Ik ben ook zomaar ineens weggegaan. Ik had wel op mijn Instagram verteld, dus echt sorry voor degene die... Hij was een beetje wazig. Dat je dat pas nu hoort, maar het was echt zo... druk met het huis en alles ging fout en ik wist niet meer waar ik de tijd en energie vandaan moest halen. En we waren ook echt super ziek geweest, iedereen. Maar ja, nu is alles in ieder geval een beetje, loopt weer op de goede trein omhoog. Loopt het op de goede trein omhoog? Dat is echt geen spreekwoord. Het gaat in ieder geval gewoon wat beter. En nu wil ik eventjes alles weer gaan oppakken. Ik wil net wat zeggen, maar nu weet ik dus niet meer wat. Echt super stom. Maar ja, in ieder geval, hij moet vandaag geopereerd worden. En ja... dat is eerst wat we moeten doen. Denk ik dat ik ook weer wat meer rust heb als ik weet dat dat achter de rug is en dat het goed is gegaan en alles. Want gisteren kon ik ook bijna niet slapen ervan. Maar ik weet, hij is sterk jongen, dus hij kan hartstikke veel aan. Ik wilde echt wat belangrijks zeggen. Oh ja, het huis begint, dat wilde ik eigenlijk niet zeggen, maar ik deed dat schiet me nu net te binnen. Het huis begint nu ook wel echt heel erg mooi te worden. We zijn al bezig met wat dingetjes, maar daar ga ik binnenkort wel eventjes... een videootje van maken hoe het er nu uitziet. En op mijn Instagram ook natuurlijk. En ja, ik ben gewoon blij om terug te zijn. En dat eindelijk mijn shit even een beetje op orde heb. Want het was echt chaotisch als een motherfucker. Maar ja. Maar dat de dokter dan zegt, we mogen nog niet eten. We moeten even wachten. Zullen we samen spelen? Kijk eens wat een mooi spelletje. Nou, kijk daar, wie loopt... Hé, hey, daar loopt Woody. Laat me Woody ja. Ja. Wie is dat dan? Dat is... Goofie, hè? Goofie, die was aan het zingen. Gekke Goofie. Zelf je gordel gedaan? Ja. Heb je zelf je gordel gedaan? Ja. Ga je die tillen? Ja. Zelf? Maar je hebt al zoveel tassen. Je hoeft hem niet te tillen, hoor. Oké. Nou, we zijn nu net bij het AMC. We gaan nu naar binnen. En dan gaat het gebeuren. Een favoriete knuffel meegenomen. En wat slippertjes. En van alles. Pyjama en dat soort dingen. Ik weet niet of dat echt allemaal nodig is. Maar ja, we shall see. Het is koud. Oh, ik heb het echt koud. We hebben ook van die pleisters meegekregen die we op zijn handen moeten doen voor het infuus. Dus daar moet ik zo meteen wel gaan plakken. Maar ik weet nou niet precies of dat voor een kwartier van tevoren is of dat ik dat nu al moet plakken. Maar dat zou ik zomaar even vragen. Dan kan je allemaal... Ja, nu is het ineens een meisje geworden. Ja, met een jurkje. Kijk eens. Hondenspel. Hondenspel? Ja, hond. Kijk, die zat hier. Wat is dat dan? Hondenspel. Kijk, dit zat op grote. Ja. Welke heb jij dan? Wat voor een ijsje heb je nu? Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag, maar het is volgende week dinsdag. Dus wat je gisteren zag, was vorige week al. Maar het was zo druk die week, dat ik gewoon niet meer had gefilmd. Want daarna, ja, het is echt bizar gewoon. Nou, dus, laat ik op het begin beginnen. Memphis werd geopereerd, dat wisten jullie. Hij moest zijn keel amandelen, neus amandelen en buis in zijn oren kreeg hij. De volgende dag werd ik gebeld door school.
Er is wat met Alessio gebeurd. Hij heeft een ongeluk gehad. Ik dus helemaal in paniek. Spanning all over the place. Ik snel met de auto naar school gegaan, terwijl het echt maar een klein stukje is. Had hij dus zijn pols gebroken. Ja, iemand was op zijn pols gevallen. Nou, het was helemaal dik en het deed hartstikke veel zeer. Dus wij naar de eerste hulp gereden. Dat was dinsdag, hè. Besef je, na de operatie dus van Memphis. Had ik een tweede kind die dus gewoon ziek was. Oké. Wij naar boven IJsziekenhuis gereden. Daar moesten we heel lang wachten. Eerst gingen ze kijken, daarna gingen ze foto's maken. En daarna bleek het niet zomaar gebroken te zijn. Nee, het was op 3 plekken was het gebroken. Plus het stond scheef. Dus het stond zo, zijn bot. En het moest eerst teruggezet worden. En daarna kon er gips omheen. Nou, dat was echt vreselijk. Want je hoort je kind echt keihard schreeuwen en in pijn wanneer dat teruggezet moet worden. Dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon niet te beseffen. Nou, en toen had ik echt zoiets. Fuck het allemaal maar even hoor. Ik was bezig met het huis. Ik was bezig met een bruiloft regelen. Ik was bezig met Memphis die ziek was. Daarvoor was ook iedereen ziek. Hadden we koorts. Nu was Alessio weer. Nou, het werd gewoon een beetje te veel. Dus toen heb ik gezegd van, ja nee, ik moet even op de rem drukken, want dit is echt niet meer normaal. Maar ja, anyways, nu is het de week erop. Het gaat goed met Memphis. Het gaat ook goed met Alessio. Hij heeft vandaag wel foto's die we moeten maken bij het ziekenhuis. Maar dat gaan we zo meteen doen. Kijken hoe het groeit. Dus ik hoop dat het nu goed in elkaar is gegroeid. Dat hij niet alsnog geopereerd moet worden. En zo niet, dan mag hij over 3 weken alweer zijn gips af. Hij mag in ieder geval 6 weken niet voetballen. En dat was het zo'n beetje. Met het huis gaat het nu ook eindelijk een beetje goed. Er werd alleen maar gesloopt. En ik dacht echt, mijn mooie huis wordt helemaal lelijk gemaakt. Maar nu begint het mooie gedeelte weer. Ik heb trouwens een Instagram opgestart wat alleen maar met huis en interieur te maken heeft. Ik zal hem ook even hieronder zetten. Als je me wilt volgen mag dat. Zo niet, dan niet. Maar ja, in ieder geval, ik ben weer terug. En ik ben echt super blij om terug te zijn. Want ik heb jullie echt super erg gemist. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik had hiervoor ook al een break genomen. En ik was niet van plan om nu weer een break te nemen. Maar echt, er kwam echt te veel op me af. Dus nu ben ik er weer. En nu blijf ik ook. Echt. Ik hoop gewoon dat ik nu echt weer mijn focus en alles bij elkaar pak. En weer ga met die shit. Ja, dus nu ben ik er weer. Dat heb ik al gezegd. Oh my god, het gaat lekker. Het schiet even niet op, hè, zo. Het is heel raar. Ja, voor de rest heb ik... Oh, dat wil ik wel heel graag vertellen. Ik heb echt super leuke posters besteld op AliExpress. Ik ga echt van de hak naar de tak, I know. Of van tak naar hak. Ik weet niet hoe ze dat uitspreken. Maar anyways, je snapt wat ik bedoel. Ik ga van onderwerp naar onderwerp. Ik heb dus bij AliExpress heb ik echt iets super leuks besteld. Dat zijn van die posters. En bij de IKEA heb ik dan een frame besteld. Nou, echt super goedkoop, joh. Ik ga ze even laten zien. Voor Memphis een nieuwe kamer. Kijk, ik heb al in de tussentijd geverfd en gedaan en alles. En dat hebben jullie natuurlijk nog helemaal niet gezien. Maar ik zal snel weer even een updated home tour doen. Maar dit zijn dus die fotolijstjes. Ik vind ze zo leuk. Kijk, dat lijstje heb ik dan bij de IKEA gekocht. Ik weet even niet meer hoeveel die was, maar niet zo duur. En die posters heb ik dus allemaal van AliExpress. En ik vind de dingen die erop staan, stand tall, be strong, be happy, be brave en be unique. Vind ik dus echt super leuk. Ja, ik ben nog niet klaar, jongens. Echt, het ratelt aan één stuk door in dit geval. Maar anyways, ik ben ook nog bezig met de lesje voor een middelbare school aan het kijken. Dat is ook best wel een gedoe. Ik heb er nu 3 gehad, 3 open dagen. En ik heb er nog een hele ratsenflats te gaan. Maar we komen eruit. We doen het gewoon rustig aan. Wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen, vriendje? Altijd, ja, irritant. Nou, we zijn bij het ziekenhuis, want Alessio moet foto's maken van zijn hand, arm, I don't know. Oh shit, die deur altijd, jongen, als ik eruit wil. Dat is echt vet kut. Wat zeg je? Storytime komt later. Ja, ik had al een beetje verteld wat er was gebeurd. Dus content. Oh ja. Scherp op. Hier zit alleen zo'n los stukje, maar is niet echt. Hey, goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben onderweg naar het nieuwe huis, want ze zijn bezig met de vloeren. En ik ben gewoon nieuwsgierig hoe het er nu uitziet. Waarschijnlijk mogen we er niet eens in, maar dat maakt niet uit. Ik wil gewoon kijken hoe het eruit ziet. Denk je dat ze bovenal af hebben? Nee. Nee?
Ik denk namelijk van wel. Ik denk niet. Nou, we zullen het zien in ieder geval. Het is echt mega koud, man. Het is echt niet leuk meer. Nou ja. What to do about it? Nou ja, niet eens. Ik ben zo blij om weer lekker terug te zijn. Ik vind het zo leuk om weer mijn camera gewoon vast te houden en met jou te praten. Het was even een tijdje geleden. Ik heb net lekker havermout gegeten. Dat is ook lang geleden. Ik heb echt slecht voor mezelf gezorgd deze paar dagen. Echt niet normaal. Slecht gegeten, slecht geslapen. Weinig geslapen. Echt, nu moet ik echt weer voor mezelf gaan zorgen. Even spieken. Oh, het is, je ziet het niet zo goed, want je ziet mij beter. Maar het is echt super vet. Oh, koud. Koud, hè? Echt heel mooi. Als ik de camera... Oh ja, zo. Misschien zo. Zie je al iets beter. Ik ben lekker thuis. En ik heb mijn badjas aan, want ik heb het heel erg koud. En ik had nog een sapje. Ik ben tegenwoordig van de sapjes die je dan kant-en-klaar kan kopen bij de Albert Heijn. Echt super chill. Het zijn van die kleine sapjes dat even pakken. En die drink ik dus nu iedere ochtend. Omdat we echt zoveel griep in huis hadden. Dat was echt gewoon niet normaal meer. Serieus. Ik had, gisteren had ik avocado, spinazie en nog iets. Maar vandaag heb ik verse komkommer, gember, avocado, appel, venkel en munt. En in één zo'n dingetje zit 87 gram groentes. Niet echt heel erg lekker. En that's an understatement. Maar we will try it again. Deze is zeg maar niet echt veel beter. Het is niet echt een culinair hoogstandje of zo. Nee. Nou, je zult denken, wat is dit? Maar dit zijn dus de posters die ik heb besteld voor in onze slaapkamer. En dat is tevens ook ons kleurenpalet. En ik heb ook, die had ik al gekocht, twee van dit soort hoesjes. Of lijstjes, hoe je het wil noemen. En ik ga ze nu er even in doen. En dan zul je zien hoe het eruit. En zo is hij dan. Alleen ik vind hem hier een beetje, hier moet ik hem wat strakker erin gaan zetten. En daar ook een klein beetje. Maar dit is een beetje het kleurenpalet. Uh-oh! Wat doe je? Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik heb een afspraak bij de tandarts waar ik dus zo geen zin in heb. Ik ben al heel lang niet naar de tandarts geweest en nu heb ik ineens weer schrik voor de tandarts. Dus ja, het is ook super koud en ik heb mijn leren jasje aan. Wie doet dat nou? Ik doe dat weer. En ik heb ook hele comfy kleren. Een legging. De laatste tijd ben ik alleen maar van de leggings. En mijn sneakers. Oké, okay, ik ga nu rijden. Mijn batterij van mijn ding is ook leeg. Hoe dat kan, I don't know. Oh, het is zo koud. Echt. Stoelverwarming, alles op 27 graden. En mijn batterij doet het weer. En het is ook meteen vrijdag. En ik ga met Memphis. Ja, Memphis. Waar gaan we naartoe? Naar de dierentuin. Naar de dierentuin, hè? Hebben we er zin in? Ja, gaan we naar de dierentuin kijken. Ja, we gaan naar diertjes kijken, hè? Ja, de giraf. Yeah. En de olifant. En de olifant. Dus wij hebben er heel veel zin in. Die hebben een heel grote snor. Ja. Een baard. Een baard? Jawel. Kijk maar, op zijn neus was hij. Oh. Dat is op zijn neus. Was hij... Oh, jullie horen het. Ze hebben vandaag 2 dagen studiedag. En ik zal eigenlijk vandaag mijn vlog online doen, maar ik heb het echt niet meer gered. En in plaats van de hele dag editen, dacht ik, nee, ik ga even met Memphis naar de dierentuin. Want hun hebben echt moeten lijden onder het klussen. We hebben heel lang niks meer leuks met ze gedaan. En ik vond het zo sneu, dus ik dacht van, nee, vandaag gaan we even leuk naar de dierentuin. Ja, ik ga nu rijden. Ik ga even het adres erin, want anders kom ik er nooit. Wat zeg je? Nee, dat is geen paard. Het is een kameel.
Kijk, hij heeft twee van die bulten. Ik zie het, kijk. Dat is maar de paard hoor. Nee, dat is een kameel. Nee, kijk maar. Hallo. 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 Ja. Kijk eens achter je. Ja. Het is nog best wel druk hè, Memphis? Zullen we een appeltje proost doen? Proost. We gaan zo verder lopen. In verband met de staking, maar het is echt super druk eigenlijk nu. We zijn even gestopt om een appeltje te eten, want het is echt druk hier. We gaan zo even ons rondje verder afmaken. Zeg je? Kijk, dat bedoel ik. Oh, veel hè? Oh, zacht. Shh, iets zachter, mannetje. Voor de diertjes. Het is niet zo fijn als je zo schreeuwt. Kijk, kijk hoe die hangt. Kijk dan. Kijk, ze zijn zo mooi. Heb je ze gezien? Kijk hoeveel. Wat wij nu zien zijn echt hele grote schildpadden, of niet, Memphis? Ja. Heel groot. Wil je schoenen foto maken? Ja. Hij gaat lopen. Oh, snel, camera erbij. Hij gaat lopen. Ja, dat was hem. Drie stapjes. Dat zijn er maar één. Drie, vier. Je moet foto maken. Hij is lekker aan het eten. Of zij? Daarachter zijn ze lekker aan het spelen. Kijk, hij is echt van zijn takjes te genieten. Oh. Pas op. Doe jij maar open. Hier is het kaartje. Pechvogel. Ja. Ah. Laat zien. Ja, daar niet. Volgens mij hier moet je wel mee. Oh. Ah. En toch zit helium in. Ja. Zit helium in. Ja. Ja. Nee, kijk, laat eens los. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door op het rode abonneerknopje te klikken of op mijn hoofd die je hier ziet. En dan wens ik jullie een hele fijne dag en dan zie ik je volgende week om 4 uur op vrijdag. Doei doei!